Kai de Roy. De Roy legt terug en och, ja, dat is een dekkingsfout. Want Cecilia staat wel helemaal vrij. De boer kijkt vertwijfeld om zich heen, de doelman. Dit doet de Roy goed, komt naar binnen en legt hem dan terug. Buitenspeler Daniels, die ook een aardige voorzet heeft. En dan is daar de Roy met de blunder ook van Smits. Doelman van Almere City had deze bal natuurlijk moeten hebben. Maar de 18-jarige jongeling komt wel op het scorebord. Met zijn eerste wel scherp is. Want dan volgt deze actie. En die is prachtig. Het is de 2-0 voor FC Eindhoven. En het doelpunt dus van Kai de Roy. Zijn zesde in deze competitie. Vrijmatig verdedigd, dat wel door Excelsior. En zo kijkt de ploeg. Hier thuis van Almere. Dit is een goede actie van Lopez op de Roy. De Roy beslist het duel. Zo krijgt Eindhoven een leuk verjaardagscadeau. Want Eindhoven wint ook deze duivenstrijd. Een heerlijke steekbal richting de Roy. Die staat geen buitenspel. Hij krijgt ook hier nog de bal van Ostons. Zo wint dus Eindhoven. Een geschiedenis bij Eindhoven. Dat hier misschien wel de eerste treffer in de schoot geworpen krijgt. Nou ja, laat dat misschien maar weg. De goal is van Kai de Roy. Tekenen van de week nog een contract. En het gaat natuurlijk hopeloos mis. Het is zijn eerste als contractspeler. Zijn tweede in de competitie. Maar hij krijgt hem natuurlijk van vloed in de schoot geworpen. Cecilia ziet hem komen. Slecht weer het verdedigende werk. Daar waar Sander Fischer notabene werd gepasseerd. De Roy en Cecilia. Cecilia scoorde er vorige week 2 tegen Jong AZ. En krijgt hem nu in omgekeerde volgorde waar hij net de Roy in staat stelde. Ja, goed, er zit er wel een keeper op Boudewijn. Als het dat al niet is natuurlijk. Iets meer dan een half uur gespeeld. En hup, Cecilia. Ja, daar lijkt het op. Maar het is een eigen doelpunt. Van oude kotten, kijk maar. Hier is de paas van de Roy. En dan tilt Cecilia. Hoezo? We scoren te weinig, Excelsior. Maar Eindhoven doet het eigenlijk ook prima. Kijk, dit duo kennen we, hè, van de eerste helft. Kai de Roy. Op, weer betrokken bij deze goal. En Cecilia, die tot vorige week niet scoorde, er 2 inprikte tegen AZ. Pak nu ook zijn tweede gewoon. Gaat er niet in voor een goede redding van Stijn van Gassel. Maar de ploeg van Brands is sterker. En dit is een hele knappe goal. Een hele knappe van Regino Cecilia. De clubtopscorer maakt zijn 7e van het seizoen. Maar het balletje van de Roy mag er ook zijn. Perfect op maat en uit de lucht tegen Den Bosch. Dan Kai de Roy voor Eindhoven. En daar is het. 3-0. Weer een doelpunt voor Boeraar, de Belg. En dan lijkt het verschil wel gemaakt tussen Eindhoven en Telstar. Slechts 1. Het duurt dan tot de 82e minuut, want dan wordt het 4-1 via verdediger Colin Seedorf. Lastige hoek, maar toch passeert hij Scholz, de keeper van Telstar. Knappe goal van de linksback. En uiteindelijk toch een klinkende overwinning voor FC Eindhoven thuis tegen Telstar. 4-1. Abad en Daniels. En nu wel. Wat een gepruts in de verdediging bij Go Ahead Eagles. Om er gek van te worden. Dat zie je bij Hobie Verhulst. Maar wat geeft Go Ahead Eagles hier makkelijk een doelpunt weg. Daniels met de assist. En de Roy. Dit is aardig gespeeld door Eindhoven. Dit is Daniels. Goed het overstapje. En de gelijkmaker. Kai de Roy met de 1-1. Goede aanval van de ploeg van Ernie Brands. Overstapje mag er natuurlijk zijn dan in de keukenkampioen-divisie. Maar hier is de eerste gevaarlijke aanval en die is van de thuisploeg met Kai de Roy. Wordt niet echt lastig gevallen, niet als hij in de 16 is. Dan is daar de voorzet van de Roy en is het 1-0 voor FC Eindhoven. Hugo Botermans is de naam van de doelpuntenmaker. Hij scoort zijn 2e van het seizoen. Het is geen buitenspel, hangt daarom. Maar dat lijkt Roda niet te hinderen. 3-1, dat is een lekkere voorsprong, zeg. Maar we zitten nog altijd in de eerste helft als het ook nog eens 3-2 wordt. Kai de Roy, nu naar Eindhoven. Er is altijd belangstelling voor hem. Hij scoort de 3-2. Maar na rust komt Eindhoven sterk terug. Dat had voor rust ook al wel wat kansjes. Hier wordt het 1-1 door Botermans. Goede lage voorzet van Kai de Roy. Dat hij niet voor niets begeerd wordt door onder andere NAC Breda. Het wordt
hier uiteindelijk dus 2-1. Vrij hard en hoog ingeschoten. En dan lijkt Eindhoven op weg naar uiteindelijk een eenvoudige overwinning. Goed. Zelf ook aanvallen. Het is de eerste keer dat Kai de Roy, het grote talent van Eindhoven, er vandoor is. En uit een moeilijke hoek weet hij toch binnen te prikken. Knappe goal van een aanvaller die toen nog wat clubs begeerd wordt. Kai de Roy. Eerste uitbraak Eindhoven en gelijk. Ja! Voor jong PSV. Die man in positie kwam. Schoonbrood daar was, maar aan de andere kant zit hij erin. En is het de man begeerd door onder andere de ploeg waar hij nu tegen speelt, die scoort. Ja, wie begeert hem eigenlijk niet? Zoekt u nog een leuke vleugel spelen? Nog een paar ton liggen. Dat kost echt niet de hoofdprijs. Maar dat ze het niet voor niks laten gaan is wel duidelijk. Op 1-0. Maar dat gaat weer door